Hoi, ik ben Boy, de experimenteerexpert van Quest Junior. En vandaag ben ik op het Generation Discover Festival, dat Shell samen met zijn partners organiseert. En hier kan je allerlei vette proefjes doen. Dat is waarom ik hier natuurlijk ben. Laten we snel gaan kijken wat we hier allemaal kunnen doen. Vette drones. Ik ben helemaal super excited. Ik mag er namelijk geen van mijn vriendin, maar ik wil er wel een. Ja, daar gaat hij, daar vliegt hij. Vet cool! Dit lukt niet. Ben ik bezig geweest met superveel vragen van jullie. Maar vandaag gaan we het omdraaien. Vandaag ga ik vragen aan jullie stellen. Kijken of jullie het antwoord weten. Oké, ik sta hier met... Femke. En Femke, ik heb een hele moeilijke vraag voor jou. Wanneer hadden we voor het eerst een mobieltje in Nederland waar je ook gewoon mee kon bellen? 14 jaar. 1985. Beetje in de 19. Een beetje in de 19. We zitten nu in 2017. Ja. En dan heb je 2000, 2001. En daarvoor krijg je dan 19 bijvoorbeeld. Je bedoelt de jaren 90 bedoel je, denk ik. 1990. Ja. Die jaren. Heel goed. 1961. 20 jaar. Ik zal het je even uitleggen. In 1973 hadden we al het allereerste mobieltje. Toen woog die een kilo. Dus zo zwaar, hou maar even vast, was een mobiele telefoon. Dus als ik jou nu bel, ring ring, hi. Hallo. Ja, neem maar even op, inderdaad, hi. Nou, ik ben hier voor een gesprekje van 20 minuten. Dus denk je dat je het volhoudt, 20 minuten? Nee. Hoe heet jij? Ja, ik ben Michel. Ja, dag. Maar, en dit is waar jij het heel goed deed, 20 jaar later ongeveer, in 1994... Toen pas hadden ze mobieltjes in de winkel die iedereen kon betalen en hadden ze een mobiel netwerk. Want dat heb je wel ook nodig natuurlijk, hè? Dus, dat is ongeveer 20 jaar geleden. Dus ik reken je antwoord gewoon helemaal goed. Yes! Vet bizar toch? 20 jaar geleden kon niemand nog bellen en nu zou ik niet meer weten hoe ik moest overleven zonder telefoon. Heb jij nou ook van dat soort ideeën? Doe dan mee met je hele klas aan de Generation Discover Bright Ideas Challenge. In deze challenge kan je al je fantasie kwijt. Denk bijvoorbeeld aan oplossingen voor energie, voedsel en water. Super vet toch? Meer info vind je in de link hier beneden. De challenge loopt van 9 oktober tot 28 april. Dus vraag even snel aan jouw leraar of hij of zij je inschrijft voor deze Bright Ideas Challenge. Jongens, ik ga nog even verder vloggen op dit super vette festival. Check over 2 weken mijn nieuwe video's. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaaltje. Later!